Jan, vanavond de première van Fame. Ja. Waar denk jij aan bij de film Fame? Ja, Fame is natuurlijk jaren 80, beenwarmers, passie, zweten, dansen, zoiets. I'm definitely a fan of it. You know, I was a little before my time, so I didn't necessarily grow up with the Fame movie. But when I saw it, I was blown away. I love the music. It was always kind of in my mind as a classic, iconic movie. And I feel really good to be a part of this reinvention of it. De originele dans, de dansfilm eigenlijk. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan maken vandaag. I agree. I was a huge fan of the original film. I think she went to the Fame. Yeah, I went to like the actual high, the school in the film. So it was really amazing for me to sort of, you know, come back and sort of relive that experience and you know, sort of share that with other people because it's such a unique experience. Yeah, and you know, and just very inspirational. And you know, hopefully this film gives a lot of hope to young aspiring performers. Yeah. Ik moet zeggen dat ik dan echt aan een oude film denk. En die heb ik thuis liggen, dus die heb ik heel vaak gezien. En ik vond die niet heel erg knallend. En ik hoop dat deze film me echt helemaal ondersteboven gaat brengen. Dus, ik denk bij de film Fame aan muziek, dansen, energie, activiteit en heel veel romance wat betreft dansen en muziek. Er is heel veel adrenaline, denk ik. Ik denk dat je echt uit de film dansend doorgaat naar de afterparty. Oh,